De vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, neemt niet langer deel aan het tweede Decent Work Country programma. Dit omdat er is geconstateerd dat reeds geruime tijd gerechtvaardige belangen en wensen van het bedrijfsleven niet worden behartigd. Zo meldt de vereniging in een persbericht. Bedrijven kunnen hierdoor niet gericht werken aan de verbetering en de verhoging van de productie van goederen en diensten. Enkele dringende zaken die aandacht van het ministerie van Arbeid behoeven zijn onder andere de economische partnerschapovereenkomst die nog steeds niet is geratificeerd, de Chinese trawlers in de Surinaamse wateren en de evaluatie van de sociale wetten. Gisteren heeft de vereniging ook haar misnoegen geuit over de beslissing van minister Suwarto Mustaja van Arbeid om het fonds ouderschapsverlof in het leven te roepen, terwijl dit onderwerp nooit met de VSB is besproken.